lang bent u hier al in Almelo? Ik ben hier vanaf begin november 2001. Ja. Ja. 19 jaar. Ja. 19 jaar. En heel veel meegemaakt. Ja, er is heel wat gebeurd. Oh. We zijn in... De eerste ontmoeting was dat ik op een vergadering kwam waar de parochianen met hun verstand kozen voor de verkoop van 3 kerken en er 1 nieuw te bouwen. En in het tweede gedeelte van de vergadering ben ik voorgesteld als teamleider om dat proces te gaan beginnen. Ja. En we hebben het eerste wat we gedaan hebben is van de 3 parochies 1 parochie maken. En dat was op 15 augustus 2002 was dat rond. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, hè? Nou, dat ging allemaal wel van zonder slag of stoot, maar toen kwam het. Dus toen werden de gebouwen, op Oudejaarsdag 2003, werden de gebouwen verkocht aan de woningstichting Sint-Jozef. Maar de Egbertus, dat was al de kachel daar, die was al gesprongen, dus met hete luchtkanonen maakten we die kerk nog warm. Dus die is direct gesloten toen. En dat was de oudste kerk. En dat hebben veel parochianen toch heel pijnlijk gevonden, want er waren mensen die daar gedoopt waren, getrouwd waren, hun kinderen weer gedoopt zijn en zo. Dus daar lag ook heel veel emoties in dat gebouw. Maar we hebben wel gekeken, dat gebouw, de Egbertus lag eigenlijk op een goede plek. Maar het gebouw, dat zou gerenoveerd moeten worden, maar ook de restauratie. Alleen de restauratie kostte 1,5 miljoen gulden toen. En dan zou dat gebouw elk jaar 20.000 gulden aan het onderhoud kosten. En om de 7-8 jaar 70.000. Nou, dus dat was geen optie om daar te blijven. Dus die ging toen dicht. Ja, dat zag je toen we die kerk sloten, dat er mensen heel veel pijn deden hier daar. Dat moeten we ook gewoon eerlijk zeggen. Maar ook zag je dat mensen zeiden, nou we gaan ervoor. En toen hebben we na Pasen de Willibrod gesloten in 2004. En toen zijn we getrokken naar de Christoffel. Naar de Christoffel zijn we toen verhuisd. En dat werd toen de kerk waar we tot 2008 hebben gezeten. En toen begon de bouwplannen en zo. Nou, en op zich was dat een heel mooi proces. Maar ook het sluiten van de kerk, dat hebben we allemaal gedaan met die parochianen zelf. En dat ging eigenlijk hartstikke goed, want de mensen hebben alles opgeruimd. Mensen waren dag en nacht bezig. Maar ja, er waren ook strubbelingen. Met koor en zo hebben we ook strubbelingen gehad en zo. Dus het ging allemaal niet vanzelf. Maar toen met de bouw, ja, ik moet zeggen, dat ging toch aardig goed. En de Twentenaren begonnen pas te geloven, toen de eerste steen gelegd was, dat er een nieuwe kerk zou komen. Want voordat ze dat geloofden, ik zag ook wel, sommigen zeiden, nou, daar komt niks van en zo. Maar, ongelovige Thomas, hè? Nou, dat is ook wel Twents een beetje. Eerst kieken en dan geloven. Nou, en gelijk hebben ze, hoor. Gelijk hebben ze. Nou, we hebben die kerk gebouwd en dat was op zich een heel mooi proces. In die zin dat de parochianen daar altijd bij betrokken zijn geweest. We hebben gezorgd dat er goede ruimte, in al die kerken was er geen ruimte voor de onderhoudsploeg, schoonmaakploeg en dat soort dingen. We hebben hier gezorgd dat die groepen allemaal een goede ruimte hadden om in te werken. En dan zag je ook na die tijd dat die vrijwilligers ook, ja, daar ook mee aan de slag gingen en zo. Dat was goed. Ja, hoe is het toen verder gegaan? Ja, toen hebben we die opbouw weer ter harte genomen. Ja, ik moet zeggen, ik kijk daar altijd met dankbaar gevoel op terug. Want ik heb zoveel mensen gezien die zich onbaatzuchtig gewoon inzetten. Van hoog tot laag, in de tuin, schoonmaak van het gebouw, maar ook in leidinggeving en zo. Daar, dat heeft mij altijd veel moed gegeven. Want dat was mooi om te zien.